Welkom bij een nieuwe aflevering van Boxtel Natuurlijk. En we staan hier op landgoed Velder. Ja, een prachtig mooi landgoed in Liemde. Maar we gaan er twee afleveringen over doen. En dit wordt dus aflevering nummer 1. Landgoed Velder is al heel erg oud. Er zijn al geschriften van dat er ergens na 1231 was het in eigendom bij de heren van Boxtel. En die woonden toen op Stapelen en gebruikten dit als jachtgoed, om het zo te zeggen. En 100% zeker is in 1384, toen was het duidelijk dat het helemaal van hun was. En ze hebben dat heel lang gebruikt, tot 1819 hebben zo, ze het gebruikt. Een grote familie dan? Nou, het was de heren van Stapelen, dat was gewoon constant één grote familie. Hè. Dus ja, ja. Dat was echt een adellijke familie. En in de middeleeuwen is deze naam ontstaan. Dus afsprongelijk heet dit Velder, maar het is afgeleid van Velaar. En vel betekent veld en laar betekent open gat in een bos of een waar bomen gekapt moeten worden. Okay. Zo heette het vroeger en later is het dan weer Velder geworden. Maar dat is het eerste deel van de geschiedenis van zeg maar Velder. Maar wat was hier dan te jagen? Wat voor dieren? In die tijd in de middeleeuwen wolven, edelherten, reeën, zwijnen. Het zat hier allemaal. Het was ook een landgoed van 180 hectare. Dus in die zin was er genoeg te jagen. Ja. En ze hadden het ook heel speciaal ingericht voor die jacht. Omdat hier zeg maar allerlei lanen zijn die dus daarvoor zorgden. Ja, nou zeg, dat is tegenwoordig niet meer. Nee, gelukkig ook. Maar dan gaan we in deel 2 gaan we er uitgebreid op in. Dus tot 1819 hadden de heren van Boxtel dit landgoed. Dan kwamen een heleboel andere eigenaren daarna. Maar in 1852 kwam de beroemde Jan Franciscus van Boekel van Rumpt die dit kocht. En dat is nog steeds in die familie hun handen. Maar hij wilde hier ook een tabaksplantage beginnen. Wat? Boxtel had echt wel een fantastisch mooie zeg maar, sigarennijverheid. En toen dacht hij, misschien kan ik hier beginnen. Hij heeft het uiteindelijk niet gedaan. Maar tabak, dus, dat... Ja. Wordt toch eigenlijk in het buitenland... Ja, maar hij dacht hier, dit is een leembos, dus rijke grond. Hij kon hier ook misschien dat uit gaan proberen. Ja, en Boxtel had voldoende sigarenfabrieken. En een van de bekendste was natuurlijk Elisabeth Bas. Ja. En ik heb naast Elisabeth Bas op school gezeten. Dus voor mij was het wel leuk om dat te lezen. Ja, ja. Grappig. Dat is wel leuk, ja. Ja. Nou, hier achter ons, daar zie je dus twee gebouwen staan. Daar het koetshuis. En dat is het hoofdgebouw. En dat werd in 1878 gebouwd door de weduwe van Jan Franciscus. Want die was inmiddels overleden. En zij heeft het toen helemaal gebouwd. En dat zie je dus in een beetje eclectische bouwstijl. Eclectische bouwstijl, wat is dat? Ja, in de 18e eeuw waren ze op een gegeven moment wisten ze niet welke kant ze moesten gaan. Zullen we nou voor barok kiezen? Kunnen we nou voor renaissance kiezen? Of gotiek? En dus dachten men, we gooien maar een mengseltje door elkaar. Okay, er gebeurde heel veel in de 18e eeuw. En het leuke is van dat koetshuis, dat staat er dus naast. Dat is nu ook een woning geworden. Maar je ziet de ruiven nog aan van de paarden. Ja, want zie je nog aan. Koetshuis natuurlijk een oude paardenstal. Een paardenstal inderdaad, ja precies. Nou. En de tuin die hier achter ons ligt, die is aangelegd door Maréchal. En Maréchal was een heel bekende man. Die heeft in 1880 ook de vestingswallen aangelegd in een bos. En die heeft dus deze tuin ontwikkeld. Dus ja, dat natuurlijk van allure moest het zijn. Ja, en dat is het ook voor je ding nog steeds. Ja, het is prachtig. Eigenlijk lijkt dit net op een oude pastorie. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Ja, er zit ook, ik zei het er straks al, allerlei stijlen in. En die bel? Ja, dat is natuurlijk hartstikke logisch. Hè. Het is een heel groot landgoed en dat land 180 hectare groot. Ja. Er waren overal mensen aan het werken en op een gegeven moment moet er gegeten worden. Of andersom, mensen kwamen hier aan en dan kreeg de bel te horen dat ze naar het werk moesten gaan. Dus of ze gingen naar het werk toe of ze kwamen af, dan ging de bel. En dan moet je weer weggaan. Ja, ja, ja. Dat was het verhaal. En zou die mensen nou ook hier allemaal gewoond hebben? Want er staan allemaal bijgebouwen. Ja, nee, ja goed, de koetshuis hebben de paarden in gewoond. En hebben ze ook natuurlijk wat boeren hier gewoond. Hebben ze huizen voor neergezet. Maar dat is allemaal in die tijd. En uiteindelijk het landgoed had natuurlijk ook zijn eigen inkomsten van de landerijen. Hè. Dus houtteelt, oogsten van allerlei graanproducten, aardappels en zo. Dat is allemaal. Daar werden de boeren voor ingezet. Ja, okay. En die kregen hun eigen huizen. Gingen ze lekker op dat bankje daar, gingen ze lekker broodjes eten. Dat waren de mensen die hier woonden. Die gingen, die gingen misschien aardappeltjes eten. Weet jij veel? Verschil moet er zijn. Dicht op. Hé,
er zijn twee verschillende soorten varens. Ja, en twee echt heel verschillende soorten varens. Want dit is een gewone varen eigenlijk. De meeste varens hebben die aan de onderzijde. Oh ja. Daar zitten hun sporendoosjes. Ja, ja, en in die ja. doos zitten echt miljoenen sporen. Maar klap, deze heeft twee bladen. Die heeft een steriel blad, daar zit niks op. Ja. En een fertiel blad, daar zitten sporen in. Dat is dus in feite is het eigenlijk een soort plant die, ja, naar mijn idee, de voorloper is van later de zaden. Want je hebt al een steriel blad en een fertiel blad, dat is dus een vruchtbaar blad. Wat is dat toch mooi met, mooi, met de natuur. Hè? Dat is zoiets... en dan zo staan deze dicht bij elkaar, dus kun je het gewoon goed uitleggen ook. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, prachtig hier hoor, al die mooie bloemen. Ja, vooral deze, die is van heel groot belang, omdat die heel veel insecten met zich meeneemt. Nee, daar zit een rare vogel op, wil ik zeggen. Nee, daar zit geen vogel. Er zit een rare beest op. Dat zijn zweefvliegen. Zweefvliegen? Het zit helemaal vol met zweefvliegen. Wat zijn zweefvliegen? Zweefvliegen, dat zijn eigenlijk dieren die in de familie thuis horen van de vliegen. En de vliegen noemen ze ook wel, het Latijns woord is diptera en dat betekent twee vleugeligen. Oh. Dus van, de insecten hebben normaal vier vleugels, maar deze insecten, die horen ook bij de insecten, dus hebben maar twee vleugels. En hun tweede paar vleugels is gereduceerd tot een haltertje. En een haltertje is een heel klein, zeg maar, orgaantje waarmee ze zich in evenwicht houden. Daarom kunnen ze makkelijk tegen plafonds oplopen en muren beklimmen en alles. Oh, dat is grappig. Ja. En, maar ze lijken een beetje op een bij. Ja, dat klopt. Want ze proberen, dat heet dan, zeg maar, mimicrie. Dus ze proberen zich voor te doen of ze een bij zijn, zodat een vogel dan denkt... hier ga ik niet pakken, want er zit een angel aan. Ja, grappig. Ja, mooi, hè? Echt. Nou, dat is echt wel slim van ze, hoor. Ja. Ja, maar dan weet ik dat ik de volgende keer niet hard hoef te wegrennen. Nee, zweefvliegen voor een zweefvlieg. Prachtige bomen staan hier, zeg. Ja, dat heeft die Marichal mooi gedaan. Gewoon kijken dat er ook prachtige bomen daar staan. Echt een mooi stuk gebied hier, hoor. Heeft hij echt fantastisch ingericht. Dan moet je nagaan, 1880 is het toen al gebeurd. En kijk, en dan dat mooie boompje. Jeetje, Frans. 1880. Oh, wat een hoge boom. Mammoetboom, hij is 32 meter hoog. Geen wonder, hij doet zijn naam eer aan. Absoluut. En ja, goed, hij kan niet meer hoger worden, want de top is eruit geslagen door de bliksem. Och, en hoe groot zou die anders worden? Ja, dat weet je niet. In Amerika was hij wel 50 meter hoog. Of 50 meter? Dus, zo. Maar zult deze even voelen, want hij heeft een hele zachte schors. Ja. Moet eens voelen. Lekker zacht, die schors. Lijkt net een kussentje. Ja, heel zacht, hè. Ja. Echt een fantastisch mooie boom. Het is ongelooflijk dat hij zo lang leeft. Ja, er zijn bomen die kunnen 500, 600 jaar worden, dus... 1880 is natuurlijk... En hoe heet deze boom? Mammoetboom. Mammoetboom. Ja. Hey, even knuffelen? Dat doen we. Knuffelboom. 1880, ja. 1880, jongens. Ja, respectabel, hè? Ja. Het is echt een mooie... Oude beukenboom, zeg. Ja, hele mooie oude, ja. Ik heb laatst gehoord hè, dat in verband met het warme weer, dat die boom die blaadjes zeg maar afstoot. Hoe zit dat? Ja, dat klopt, maar hier niet, want deze staat hier perfect. Hè. Dat heeft te maken dat ze op een slechte omstandigheid staan en dat ze daardoor zeg maar hun te veel water gaan verdampen en dan stoten ze hun blaadjes af. Dus dan zie je altijd naar de herfst toe, gebeurt dat dus ook. Maar als het heel slecht staat, doen ze dat ook. Het lijkt al net alsof dat die boom al in de herfst... Ja, klopt. Er zijn veel bomen, vanwege de hitte, zitten in de herfstmodus al. Zo zonde, ja. Zo zonde. Deze staat er heel mooi bij. Heel mooi. Kijk, hier zit ook iets heel moois. Zie je dat? Wat is dat? Dat is een hooiwagen. Een hooiwagen, maar die vliegen toch in hooiwagens? Nee, dat is de vergissing die mensen maken. Hooiwagens zijn spinachtige. Je hebt dus spinnen en spinachtige. Oh. En een spin bijvoorbeeld, die heeft een kop, borststuk aan elkaar zitten en daarachter zit het achterlijf. Ja. En een hooiwagen, die bij de spinachtige hoort, heeft de kop, borststuk, achterlijf in één zitten. Dus het één gewoon bolletje waar de poot aan zit. Ja, ik zie het. Mooi, hè? Ja, ja. Kijk, en die andere die ook wel eens hooiwagen wordt genoemd, maar dat is dan verkeerd. Dat is een hele grote mug, denk ik dan. Dat is de langpootmug. Oh. Nou, dat is gek. Iedereen van, er zit een hooiwagen. Ja, dat is dan jammer. Ja, dat is niet slim. Nou, wist je, Inge, Boksel heeft één station. Maar ja. Liemde heeft er ooit twee gehad. Oh. Eentje aan het Duitse lijntje. Ja. En eentje hier
bij Landgoed Velder. Serieus? En dat was belangrijk, want hier waren de landbouwwerktuigdagen. Ja, dat klopt. En hebben geduurd van 1948 tot 1996. Nog. Ja, de 97. We hebben dus hier honderden boeren, agrariërs, ze hebben hier uitgestapt, zijn naar Velder toegegaan. Nou, dat is toch echt wel heel bijzonder. En na 96 heeft de spoorlijn dat stationnetje weggehaald, want er zijn er 4 spoorbanen gekomen in plaats van 2. Oh, nou, dat is een hele ontwikkeling, zeg. Toch mooi, hè? Ja. 2 stations in Liemde. Wie had er ooit kunnen denken? In Liemde, nou. In Liemde. Ja, Liemde, jongen. Liemde de best, hè? Nou, dat was wel heel bijzonder, Inge, dat we zo in de tuin van de familie mochten gaan wandelen. Die tuin van Marechal uit 1880. Ah, nou, dat was echt fantastisch. Hé, ik hoor de bel. Ja, ik ook. Nou. Tijd voor koffie. Yes. Dit was aflevering 1 van Velder. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. En die wordt nog veel spannender, hoor. Oh ja. Frans, dit is echt een supermooie oude eikenbeuk, hè? Eikenbeuk. Doe hem opnieuw. Godsamme.